Goedendag, Alphonse Mwambi hier in Café Weltmers. Bij mij hier aan tafel meneer Peter Stauvenberg. Zeg je naam goed? Nee hoor, maar ik vind het allemaal prima. Je mag het uitspreken. Prima. Peter Stauvenberg. Oké, welkom Peter. Dank je. Wij hebben afgesproken dat wij elkaar gaan tutoyeren. Ja, lijkt me ontzettend gezellig, Alphonse. En jij woont in Zuid-Afrika. Ik woon in Zuid-Afrika waar en in precies? Bonaire en in Nederland. Waar precies in Zuid-Afrika? Ik woon 150 kilometer boven Kaapstad. Dat is in Vredenburg aan de westkust. Mm-hmm. En ja, dat is een prima plek om te vertoeven. Maar we hebben toch besloten om nu te gaan re-immigreren naar het Caribisch gebied, naar mm-hmm. Bonaire. Mm-hmm. Omdat we dat toch wel een beetje leuker vinden. Oké. Okay. En je bent niet in Zuid-Afrika geboren? Nee. Ik ben waar, in Nederland, waar ben je geboren? In Nederland. Ik ben een typische Hollander. Mm-hmm. Waar in Nederland? Hilversum. Okay. In de stad van alle muziek en radioomroepen en tv-omroepen. Ja. En hoe ben je dan in Afrika terechtgekomen? Wil je de korte versie of de lange versie? Als wij de hele tijd van de wereld hebben, dan de lange versie graag. Ik zei de korte. Nee, moet je horen. Mijn hele leven lang heb ik een beetje, zeg maar, het werelddeel achter de horizon willen bekijken. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, mijn partner Maaike Kallenborn en ik besloten om naar Zuid-Afrika te gaan. En dan zitten wij in welk jaar? Dan zaten wij toen in het jaar 1999. Mm-hmm. En we besloten naar Zuid-Afrika te gaan op een hele originele manier. Mm-hmm. We namen een Mercedes Unimog, een stevige woestijntrapper. Mm-hmm. En we besloten door de burgeroorlog van Algerije te trekken. En dan via Nigeria en Niger en Cameroen mm-hmm. naar Zuid-Afrika. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dat was erg interessant. Uiteindelijk zijn we uit Algerije door de geheime dienst gesmokkeld op een grote truck en zo het land uitgebracht. Want iedereen zat geloof ik in gedachten al kleine vingertjes van ons af te choppen. Mm-hmm. En dat was met name van de rebellie die er was. In nou, Algerije? In Algerije. Ja, we waren daar on the heat in het toppunt van het einde van de burgeroorlog. En we mm-hmm. waren precies in de veldslag van het Algerijnse leger die toen 10.000 terroristen een beetje aan het minimaliseren was, om het zo uit te drukken. Mm-hmm. Dus toen zijn we in Cameroen, werd mijn partner geopereerd door de legionairs, door het veldhospitaal van de legionairs, had een mm-hmm. verwonding aan de hand. En de legionairs die hadden goede satellietverbindingen. En de echte Franse legionairs, mm-hmm. in N'Djamena. En daar hebben ze ons geadviseerd, ga alsjeblieft niet verder, want er is nogal veel problemen in de Congo. Mm-hmm. In die periode, hele dorpen worden uitgemoord en we zijn bang als je daar de grens overgaat, mm-hmm. dat wij er meteen weer achteraan kunnen om jullie leven te redden. Ja. Dus doe het alsjeblieft niet, want anders moeten wij er achteraan. Toen hebben we gezegd, nou, leuk verzoek, vriendelijk gedaan, laat het niet doen. We zijn via Cameroen teruggegaan, alles verscheept, terug in Nederland. Daar hebben wij ook nog een zeiljacht, een stevige zeiljacht van mm-hmm. 50 voet, 15 mm-hmm. meter, een oceaanjacht. Mijn hele leven lang heb ik oceanen gezeild. En toen besloten wij om met de boot naar Zuid-Afrika te gaan. Alleen toen wij op de Canarische eilanden gaan, aangekomen waren, zijn we besloten naar de Cariben te gaan. In de Cariben aangekomen, besloten we maar om een expeditie door de Amazone te doen. Zo. En dat eindigde uiteindelijk met de schat van de Inca's en Titicaca en Peru en dat soort dingen. Toen zijn we weer terug gaan naar de Cariben, weer die boot gepakt en gedacht, nou nu gaan we weer naar Zuid-Afrika. Mm-hmm. Maar toen was de gasfles leeg en we waren ter hoogte van Suriname. En toen zei mijn partner, oh wat leuk, want mijn opa is in Suriname geboren. Laten we naar Suriname gaan. Zijn we daar een jaar gebleven. Toen vertrokken wij weer uit Suriname richting Zuid-Afrika, maar er brak wat in de zeilatten en we konden die koers niet meer varen. Toen zijn we teruggegaan naar Sint Maarten in het Caribisch mm-hmm. gebied. Nou, vandaar is het gerepareerd en toen konden we alleen over de Azoren helemaal terug naar Zuid-Afrika. Dus echt op avontuur eigenlijk, hè? Azoren zijn we een jaar gebleven. Je krijgt de lange versie niet. Azoren zijn we een jaar gebleven. Uh-huh. Toen zijn we vertrokken en toen zijn we in Brazilië beland, zijn we een jaar gebleven. Uh-huh. En toen kwamen we uiteindelijk in Zuid-Afrika. Nou, okay. En daar hebben we dan een plekje gevonden. En is mijn partner zich verder gaan bekwamen in het wereldkampioen speed windsurfen, waar ze twee wereldrecords pakten. Ja. Je mag het inkort hoor, Regie. Stukjes uitknippen, lekker klein maken. Maar in Vredenburg woon je nu? Ja, place of all places. Het is aan de westkust. Maar we hadden daar een farm.
nou, farm, laten we zeggen, een small holding. En ik was daar onder andere business consultant voor de leidende politieke partijen. Om daar een hele grote industriële ontwikkeling te doen. Welke politieke partij was dat? ANC. Okay. En ik heb later ook 2 jaar consultancy gedaan op het gebied van maritieme zaken en agrisector in Nigeria, waar ik 2 jaar gewerkt heb. Samen met de leidende industriële in dat gebied. En uiteindelijk hebben we gezegd van, nou ja, de situatie verandert een beetje in Zuid-Afrika. Heel vervelend misschien voor mensen die denken dat mensen aan elkaar gelijk zijn. Grote teleurstelling voor iedereen. Mensen zijn niet aan elkaar gelijk. Maar goed, maar wat betekent dat? Mensen zijn dat betekent niet dat de witte huidskleur daar redelijk sterk wordt gediscrimineerd als het gaat om het verkrijgen van vergunningen. Mm-hmm. Wij bijvoorbeeld 10 jaar hebben wij aanvragen gehad voor het krijgen van een residentievergunning. En daar wordt mee gevoetbald, wordt mee gesjoemeld. Uiteindelijk raakt het hele dossier kwijt en dan kan je weer opnieuw beginnen. Totdat je op een gegeven moment, en op een gegeven moment werd mijn partner ook haar werkvergunning afgenomen. Die moest naar Nederland reizen om met heel veel tamtam en gezeur om daar een spousal verklaring te krijgen dat ze dus bij me kon blijven in Zuid-Afrika. En toen had ik zoiets van, jongens, als jullie mij wil niet hebben, dan gaan we toch weg. Klaar. Ja. Dus witte mensen worden in Zuid-Afrika gediscrimineerd. En ik heb ook pas op voor het woordje discriminatie, want dat heeft heel veel kleurtonen, discriminatie. Ja, maar dat doet dan niet toe. We praten hier. Discriminatie in de zin. We praten hier zonder taboes. Nee, maar discriminatie in de zin van niet meer echt mee kunnen doen in het arbeidsproces en competitief mee kunnen doen bij het arbeidsproces. Dus als, mag ik jou zeggen, Alfonso? In Afrika zeggen we iemand die een donkere huidskleur heeft, die heet in Zuid-Afrika of zwart, ja, of colored, ja, gekleurd, of Indian, ja, of wit. Ja, dat zijn de kleuren. En dat is geen discriminatie. Dat is gewoon, als je een formuliertje invult bij de overheid, dan staat er, bent u. Dat is een beetje stam. Wit, zwart. Ja, het is een vorm van stam. Dus als wij samen naar een sollicitatie doen, dan krijg jij meteen een heleboel preferentiepunten, omdat jij een andere kleur hebt dan ik. Jij bent donker, zeg zwart. Ja, ik ben wit. Jij krijgt meer preferentiepunten. En dat betekent ook al is jouw kennis minder, ja, en ook al is je prijs hoger, de kans dat jij die job krijgt, is 100% hoger dan het dus het is eigenlijk zoals het in Nederland nu gebeurt. Ik weet niet hoe het in Nederland gebeurt, dat kan jij zeggen. Dat is precies wat je zegt, maar dan andersom. Maar dan andersom, ja, daar ben ik niet van overtuigd. Want ik ben hier niet in Nederland, dus dat verhaal kan je even. Maar je bent ook niet van op de hoogte van de huidige discussies? Ja, natuurlijk wel. Maar ik hoor ook in de huidige discussies heel veel sociaal gehuil. Van mensen die per se links zijn, omdat ze graag links willen zijn. En die zeggen ook gelijk is gelijk en ongelijk is ongelijk. We praten niet hier over links even terug op Zuid-Afrika. Kijk, ik wil even ingaan op dat discriminatieaspect. Het gaat veel meer dan dat. Want ik heb ook een van je interviews gevolgd, waarin je de omgekeerde apartheid benoemt. Absoluut een feit. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Ik wil eerst nog even inhaken op op de motivatie van de overheid om op deze manier te werken. Zij zeggen, moet je horen, we hebben 45 miljoen gekleurde mensen in Zuid-Afrika. Vergeet niet, 10 miljoen komen van andere landen. Hè. Dat zijn net zoals we hier in Nederland hebben heel veel vluchtelingen, economische vluchtelingen uit de buurlanden. En die willen wij aan de baan helpen. Als we niet die mensen voortrekken, komen ze gewoon niet aan de baan. Dat is hun argumentatie. Dus dan krijg je begrip, discriminatie wordt weer een beetje zoeter. Dat betekent gewoon, van moet je horen, als wij dit niet doen, dan staan die mensen over 10 jaar nog in de rij. Of ze de baan wel of niet aankunnen, laten we in het midden. Maar we gaan ze wel voortrekken, want anders stelen wij niet mee. Dat zie je in het sokker. Het Zuid-Afrika sokker en ook in de apartheid. Dus want wat ik begrijp van jou, van je vorige interviews en zo, is het zo dat in Zuid-Afrika er een omgekeerde apartheid is jegens witte mensen. Nou, kan je daar even iets van vertellen? Nou ja, net heb ik al de omgekeerde discriminatie genoemd. Dat is als je bijvoorbeeld 2 gelijken solliciteren, dan heeft de blanke heel weinig kans om aan die baan te krijgen. Je ziet ook dat veel blanken uit de Gauteng-area trekken naar de westkust
omdat ze zich daar niet meer happy en veilig voelen. Mm-hmm. Veel inbraken, berovingen. Maar je ziet op het boerenplatteland toch dat er ongeveer een kleine 3000 plaatsmoorden hebben plaatsgevonden van boeren die gewoon helemaal volledig in stukjes worden gechopt. Mm-hmm. Ja, en dat is geen gezonde situatie meer. Nou, dan heb je de politieke partij die voorgezeten wordt door de Malema met zijn Economic Freedom Fighters. Mm-hmm. Die zegt van kill de boer, kill de boer. Mm-hmm. Dan krijg je een situatie waarin de politieke partijen, waaronder Malema, maar nu ook de ANC zeggen van luister eens even. Wij moeten 2 miljoen van onze mensen, je noemt onze mensen, dat mm-hmm. is zwak gecolored. Die moeten gewoon het land weer terug hebben. Ja. Ja? Van ja. de voorouders en de voorvoorouders. Ja. Er wordt aan voorbij gegaan dat de Afrikaanse boer is een van de beste boeren ter wereld. Ja, maar dat is een andere discussie. Even over de apartheid. Want het is belangrijk dat wij weten hoe de apartheid op dit moment jegens witte mensen wordt toegepast. Hè? Dus je hebt een soft discriminatie zou ik het noemen. Maar geen apartheid. Nee, ik zou het geen apartheid noemen. In jouw andere interview hier bij Café Weltmers heb je het over apartheid. Je hebt daarbij ook een voorbeeld genoemd van een vriend of familie of vriend van jou die gedood is, in elkaar is gesneden. Ja, kan je dat voorbeeld even nog aanhalen? Ja, de omgekeerde apartheid zie ik met name op het platteland. Uh-huh. Niet in de steden. In de steden zou ik het eerder softe discriminatie noemen. Maar waarom noem je dat de omgekeerde apartheid? Omdat het duidelijk is dat, dat er geweld bij komt mm-hmm. om de blanke boer mm-hmm. van zijn land te zetten. Dat mm-hmm. gaat een stap ver. Dus ik zou zeggen, apartheid heeft voor mij altijd wel een geweldselement in zich. Mm-hmm. Nee, je zet mensen apart, politie komt erbij, je wordt gearresteerd als je dit doet of nalaat. Gaan witte mensen in de zwarte bus worden gearresteerd, mm-hmm. gaan zwarte mensen in de witte bus worden gearresteerd. Mm-hmm. Dat is niet aan de hand. Maar dus daarmee neem je afstand van het interview dat jij hier Nee, leg me geen verkeerde woorden in de mond, Alfons. Nee, want daar praat je eigenlijk over de apartheid. Nee, Alfons, ik heb gezegd. En je hebt daar een voorbeeld van mensen die jij kent, die op de boerderij worden gedood. Dan ga ik het nog een keer duidelijk voor je zeggen. Mm-hmm. Omgekeerde apartheid is zeer zeker het geval op het platteland. Mm-hmm. Waarbij op dit moment zo'n 3000 blanke boeren aan stukjes zijn gesneden. Mm-hmm. Waarom noem ik dat omgekeerde apartheid? Mm-hmm. Omdat er heel erg veel geweld bij komt. Mm-hmm. En waarom komt er veel geweld bij? Omdat er heel veel stromingen binnen de traditionele stammen en binnen de traditionele gemeenschappen zijn die vinden dat de blanken daar niet horen. En die worden dan met geweld, het liefst met geweld, van de plaats verdreven. Kan je daar een voorbeeld van geven? Want dat heb ik je in mijn vorige interview ook. We zitten nu in dit interview. Nou ja, sorry Alfons, ik snap nog niet helemaal waar je heen wil. Want nee, maar we moeten even vaststellen hoe de apartheid daar jegens witte mensen worden toegepast. Ga ik dan nog een keer even zeggen. Een voorbeeld te noemen van zo'n apartheid. Wij waren op, bijvoorbeeld, wij hebben vrienden in de Noordwestprovincie, dat zijn boeren. Mm-hmm. Wij zijn daar voor 2 weken. Als je daar het huis binnenkomt en je slaapt daar 's nachts, dan gaan dus in een bepaald vertrek van het gebouw, gaan dus alle hekken gaan ervoor. Mm-hmm. Niemand kan erin. De eigenaar loopt met een dubbelloos jachtgeweer en 2 pistolen rond. Daar mm-hmm. slapen de mensen in. 'S Ochtends gaan ze dan weer open. Buiten lopen de honden rond. En waarom? Omdat ongeveer 1,5 kilometer verderop, toen wij er kwamen, was dat net zo'n 2 weken geleden gebeurd, waren een boerenfamilie, man, vrouw en kinderen, waren uitgemoord. Mm-hmm. Ja? Tongen afgesneden, armen afgesneden, geslacht. Moet ik verder gaan? Mm-hmm. Ja. Op een hele, dan wordt de politie gebeld die niet komt. Mm-hmm. Dan wordt de zaak aan hangen gemaakt en wordt geseponeerd. Is dit incident uniek? Nee, daarvan heb ik al gezegd. Er zijn zo'n 3000 worden van geweest. Worden deze incidenten niet bij de zwarte mensen geconstateerd in Zuid-Afrika? Wel, ik ken heel weinig zwarte mensen die op het platteland vermoord worden. Ik ken wel heel veel zwarte mensen die zwarte mensen vermoorden. Mm-hmm. Als je het daarover wil hebben, ik woon in de gemeenschap in Vredenburg,
waar ongeveer een informele settlement is van pak een beet. Maar Zuid-Afrika bestaat niet alleen maar... Alfons, als je doorgaat om er voortdurend in de reden te vallen... Nee, maar het is niet in de reden vallen. Maar het is niet in de reden vallen. Dit is belangrijk, zodat de mensen hier weten... dat in Zuid-Afrika de omgekeerde apartheid bestaat... Nee, je legt weer de zaken verkeerd uit. Mensen. Nee. Je hebt het gehad over deze familie die uitgemoord is. Dat noem je dus apartheid. Dat wil ik vastleggen hier, om te weten hoe dat allemaal... Maar als je dat zegt, kan je dan even vertellen over de echte apartheid, hoe die gegaan is, hoe die toegepast is in Zuid-Afrika in zijn geheel? Wil jij een historisch overslag van 1994? Ja. Waarom wil je dat? Kijk, als wij het woord apartheid gebruiken, dan moeten we dat goed bespreken. Ik snap nu waar je heen wilt, maar laat ik het even duidelijk uitzeggen. Ik ben geen social justice warrior, jij misschien wel. Maar laat ik even heel duidelijk aan je uitleggen. Ik heb niets te maken wat in het verleden gebeurd is. Maar dat is toch niet Als je doorgaat met mij in de reden te vallen, dan stop ik nu maar dat de kan uitzending. Je doen. Dat kan je doen. Ik vind je heel erg vervelend en dat irritant prima, op dit moment. Maar dat is prima, maar dat kunnen wij gewoon zo bespreken. Het is niet dat wij... Dus wij hebben het over de apartheid in Zuid-Afrika. Als wij dat hebben... Is dat de manier? Dit is de manier, want je wil niet luisteren. Je bent zo aan het doordrammen op je eigen stil. Nee, maar het is niet doordrammen. Jij moet eens leren om iemand uit te laten spreken. Jij als gaat je dat mij niet kan. Leren. Nee, jij gaat mij niet leren hoe ik jou moet vragen. Maar we gaan praten over de apartheid. Wij gaan niks. Ik ben uitgesproken met je. Ik ben hier over IQ te praten. Je gooit het apartheid en waar je heen...